Er heeft al ruim een jaar geen malaria-transmissie plaatsgevonden in Suriname. Volgens Helene Hiewat, coördinator van het malaria-programma, zijn er sinds 2021 geen nieuwe gevallen geconstateerd. Ze zegt dat dit resultaat voor het eerst is behaald sinds er malaria is vastgesteld in ons land. Het is een mijlpaal voor de gezondheidszorg. In Suriname waren oorspronkelijk drie soorten malaria. De eerste soort, de minst belangrijke soort, was in 2013 al uitgeroeid. En de twee soorten die wel belangrijk zijn, namelijk de Plasmodium falciparum, dat is de meest dodelijke soort van malaria. Daarvan hebben we de laatste case in Suriname, van Surinaamse bodem, gezien in 2018. En omdat we nu al meer dan 3 jaar verder zijn, en dat is een criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie, als je 3 jaar geen malaria hebt gehad, dan kan je zeggen het is geëlimineerd. Dus op dit moment mogen we zeggen falciparum malaria is geëlimineerd in Suriname. Malaria is ook geëlimineerd in Suriname. Maar vorig jaar hadden we nog cases van de vivax malaria, de laatste soort die we hier nog tegenkomen. En nu zijn we ongeveer een jaar verder sinds we voor de laatste keer een Surinaamse vivax case hebben vastgesteld. Hiewat geeft aan dat er nog steeds sprake is van geïmporteerde malaria-gevallen. De coördinator legt verder uit dat alle buurlanden van Suriname nog met de ziekte kampen. De geïmporteerde gevallen kunnen echter voor nieuwe uitbraken zorgen. Hiewat roept de gemeenschap op, vooral in gebieden waar malaria-muskieten voorkomen, om ervoor te waken dat bezoekers zorgen voor een uitbraak. En we krijgen op dagelijkse basis bijna mensen binnen die als drager van malaria worden geïdentificeerd, getest en ook behandeld door onze gezondheidswerkers. Het is heel belangrijk voor ons om deze mensen heel vroeg te onderscheppen, zodat zij geen nieuwe outbreak kunnen veroorzaken in het binnenland. We noemen dat import cases. Dus een import case is iemand die in het buitenland malaria heeft opgelopen en vervolgens als drager Suriname binnenkomt. En als die persoon dan naar het binnenland reist, waar dus malaria-muskieten aanwezig zijn, dan kan deze persoon in feite de trigger zijn voor een nieuwe malaria-outbreak in het binnenland.